eigenlijk een half uur laten wachten, maar je zal zien dat dat niet voor niks is geweest. Er zal nog een bijkomend transfer aangekondigd worden. Ook iedereen welkom van mijn kant uit. Dus Kevin Roelands is een speler die ik al meerdere jaren volg. En ik heb altijd, ik wil het ook niet onder stoelen of banken steken, dat het een speler is die toch wel past bij mijn manier van werken en ook mijn manier van dat er gevoetbald moet worden of zou moeten worden op het veld. En die past daar perfect in. Hij is een polyvalente middenvelder die zowel in balbezit, zowel positioneel goed kan spelen, maar ook aanvallend voor de dag kan komen door op de nodige momenten te infiltreren. En ik denk dat hij ook met zijn ervaring en zijn toch wel nodige kwaliteiten die er zijn, toch wel een absolute meerwaarde zal betekenen voor OHL. Dat Kevin de eerste man is die wij presenteren, heeft ook te maken dat hij ook dadelijk denk ik een goed gevoel heeft gehad met het gesprek wat hij met ons gehad heeft. In eerste instantie met mezelf en in tweede instantie met de mensen van het sportief comité onder leiding van Eddy van de Zanden. En ik denk gewoon dat het inderdaad een heel goed huwelijk gaat zijn en dat hij voor een stukje ook op revanche belust zal zijn door het pechjaar wat hij toch wel het afgelopen seizoen heeft meegemaakt omwille van blessures en dergelijke. Maar ik denk ook dat hij qua mentaliteit perfect past bij onze club. Jullie weten ook dat het succes vorig jaar in grote mate te danken was aan de kleedkamermentaliteit, aan de kleedkamergeest, aan de kleedkamertemperatuur. En ik denk dat we nu ook wel een speler binnenhalen die op dat vlak een meerwaarde kan betekenen voor die kleedkamer, zodanig dat die temperatuur nog wat meer kan stijgen. Ik kan u ook zeggen dat wij, het zal een beetje toeval zijn, in de Vlaanders, zoals we hier zeggen, nogal aan de koop zijn. En dat onze tweede transfer naast Roelands ook Frederik Boy is, waar wij zo pas het akkoord over gesloten hebben. En hij heeft vandaag ook zijn medische test afgelegd, samen met Kevin. En de administratieve beslommeringen worden ook deze week afgehandeld daarover. Wij zitten al twee jaar minister. In principe hebben we ook nog een akkoord met een derde speler, maar daar wachten wij op het akkoord van de club. En dat is ook nakend. Ik denk dat het vooral belangrijk is om vandaag samen te roepen om op onze eerste persconferentie om je aan te tonen dat wij geduldig, maar toch wel hard aan het werk zijn aan een nieuw ploeg te maken, maar vooral ook met met eenzelfde strategie en visie zoals we onze vorige ploeg gemaakt hebben. Toen met het verhoopt of onverhoopt succes, zoals je zelf wil zeggen, met de kampioenstitel. Ik denk dat onze doelstellingen nu uiteraard herlegd zijn, maar niet minder ambitieus. Kevin Roelands, welkom in Leuven. Ken je Leuven zowat? Eigenlijk bitter weinig, maar ik hoop de komende weken en maanden daar meer van te leren kennen. Leuven heeft een zeer mooie oude markt, hè? Naar het schijnt. Met veel cafeetjes zeker. Ja. Maar je komt niet voor de cafeetjes, je komt hier voetballen. Hoe ben je hier eigenlijk terechtgekomen? Ik denk een beetje door omstandigheden. In Zulte-Waregem was het verhaal een beetje over. En dan moet je op zoek naar een nieuwe uitdaging die bij je past en waar je goed in voelt. En oké, dan had ik met verschillende clubs gesproken. En dan had ik ook een persoonlijk gesprek met de trainer, meneer Van Geneugden. En die was zeer positief en kon me vinden in een project van Leuven. En uiteindelijk klopte het allemaal, de cijfertjes en de ambities. En dan kom je snel tot een akkoord. De trainer hier, Ronnie Van Geneugden, die volgt jou al een paar jaar eigenlijk, hè? Dat had hij me ook verteld. Dat is een periode van Henks. Had hij me ook in zijn schaduwafstand staan. Dus dat is positief. Als hij naar een nieuwe club kan komen en een trainer die staat er 100% achter, dan is het altijd al goed. De voorbije jaren was je actief bij Zulte-Waregem. Vooral het laatste jaar was geen succes, want je was heel lang gekwetst. Ja, inderdaad. Ik had een probleem met mijn knie, een kraakbeenprobleem. En oké, ik was 6 à 7 maanden gekwetst. En dan heb je het wel moeilijk om terug te keren, zoals iedereen, denk ik. En oké, daar heb ik op weinig respect kunnen rekenen in Waregem en op weinig geduld. En oké, dan ben ik uiteindelijk hier toegekomen en waar ik me ook zeer goed zal voelen, denk ik. Je hebt ook tijdens je jeugdjaren heel lang bij Club Brugge gespeeld, hè? Ja, dat klopt. Van mijn 6 tot mijn 24ste, denk ik. Dus dat was een hele mooie periode, maar die periode is nu raar, maar ook wel lang achter mij. Dus het gaat allemaal snel in het leven. Maar toch, je bent zelfs één keer internationaal geweest. Je bent Rode Duivel geweest zelfs.
Inderdaad, het was ook deels door omstandigheden, omdat er niet veel mensen zijn aan de Kirinke, maar oké, staat op je cv en mijn eerste wedstrijd score ik ook, dus dat is altijd leuk meegenomen. Er zat ook nog een jaartje Germinal Peerschot tussen. Ja, ik heb 6 maanden in Antwerpen gespeeld. Heeft me ook heel goed bevallen. Ik denk dat dan vanaf na Beerschot de Zilte was. En was ook leuk. Je wil je hier in Leuven vooral opnieuw bewijzen eigenlijk? Bewijzen is een groot woord, maar denk vooral de mensen die dan vanuit Waregem en andere mensen misschien die niet meer echt het geloof van dat ik misschien het niveau niet meer aan kan ofzo. Maar ik denk dat ik altijd geloof had in mijn eigen kunnen en ik voel wat ik voel en ik weet dat het goed zit. En ik denk gewoon dat het nu aan mij is om een goede voorbereiding en me goed te verzorgen, ook qua blessurepreventie en zo. En dan moet het allemaal goed loslopen. Ken je hier al een aantal mensen? Ik heb nog samen gespeeld met de keeper Yves Leenaerts. En dan nu Frederik Boye, die ook vastgelegd is. Die ken ik van de jeugdreeksen en ook van in Brussel natuurlijk. Wat verwacht je hier bij Leuven eigenlijk? Goh, ik ken eigenlijk heel weinig van de club zelf. Want ik denk dat het vooral een hele warme club is die goede supporters heeft, hoop ik. En die heel ambitieus is. En die stappen nu een stap in het onbekende in eerste klasse. Maar ik denk dat we daar toch goed ons mannetje zullen staan. Welke is je sterkste plaats op het veld? Ik denk aanvallende middenvelden, juist achter de spitsen, waar ik kan infiltreren op de juiste momenten en mijn doelpunt meepikken. Goed afstandsschot? Ja, dat hoort er ook bij. Misschien soms te weinig, maar kan wel soms verrassend uit de hoek komen. Je wordt zowat de regulator op het middenveld eigenlijk? Ik heb een centrale positie en veel zal afhangen van mijn prestaties en mijn medejongens op mijn middenveld en Hans de ploeg, denk ik. Ik denk niet dat ik de ploeg in mijn eentje kan dragen of niveau naar beneden kan trekken, maar ik denk wel dat ik hier wel mijn steentje zal bijdragen tot succes, denk ik. Ben je 100% fit nu? Ik ben in voorbereiding, denk dat er weinig mensen 100%, maar ik heb geen last, ik heb geen kwaaltjes en ik heb de medische testen ook vlotjes doorstaan, dus er is geen enkel probleem met mij. Kevin, bedankt en veel succes bij Oud-Heverlee Leuven. Alsjeblieft.